Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Belkin. Blind Kiss. Een nieuwe aflevering van Blind Kiss. En ook dit keer ga ik weer op zoek naar de liefde. Het is namelijk de festivalzomer op Slam. En daarom ga ik alle leuke festivals af met één vraag. Kun je de ware liefde vinden op basis van een eerste kus? We gaan erachter komen. Dit is onze eerste kandidaat. Jesse is op zoek naar zijn partner voor het leven. Hij is 25 jaar en ondernemer. Hallo Jesse, hoe gaat het? Hey, hallo. Ja, goed. Ja. Ben je een beetje nerveus? Klein beetje. Klein beetje. Klein beetje is goed. En luister, wat zoek jij nou in een vrouw? Ja, ik hou wel van blonde vrouwen. Maar niet trashy, maar wel gewoon, ik hou wel van vrouwen die een beetje succesgericht zijn. Wat willen in het leven, gewoon go-getters. Gewoon een zelfverzekerde dame. Ja. Oké, ik heb een beetje een beeld. Weet je, ik ga gewoon mijn best doen. Ik ga voor jou op zoek en dan zie ik je zo. Hoe heet jij? Anne. Je ziet er heel leuk uit. Ah, dankjewel. Ben je nog single? Nee, helaas niet. Ja, sorry. Marieke, ben je toevallig single? Nee, sorry. Nou, dan heb je een vriend. Nee, nee. Wil je meedoen aan een experiment? Nee, sorry. Oké. Hi Bob, hoe heet je? Ik heet Brit. Heb je een vriend? Nee. Nee? Nee. Wil je meedoen aan een experiment? Oh, wat is dat dan? Nou, geloof je in liefde na een eerste kus? Jawel. Ja? Ik heb namelijk een hele leuke jongen achter zitten. Hij heet Jesse en hij is best wel gespierd en blond, blauwe ogen. Hele leuke jongen. Kortom, ik ben op zoek, of ik ben aan het kijken of het mogelijk is. Hij is goed gespierd, hij is echt goed gespierd. En ik ben aan het kijken of je verliefd kan worden op iemand na een eerste zoen. Het is dus een soort liefdesexperiment. En zou je daar aan mee willen doen? Ja, een gok moet je wagen, ja. Ja, toch? Ja. Oké, dan krijg je alvast deze van mij. Nou, dan gaan we die kant op. Ja, Jesse, je ziet ze niet, maar ik heb twee werkelijk waar prachtige meiden bij me staan. Kijk. Ben je er klaar voor? Ja, zo klaar als dat ik ervoor kan zijn, ja. Ja, heb je nog een soort van voorbereid kauwgompje genomen? Ik heb wel een kauwgompje genomen, ja. Oké, nou, dan gaan we beginnen. En jij mag als eerst beginnen. Laat de liefde spreken. Er mag gezoend worden. Oké, Jesse, een eerste reactie? Ja, niks te vragen. Oké. Heb je het goed in je opgenomen? Want je moet het onthouden. Ja, zeker. Dame 1? Ja. Ik weet het. Nou, dan gaan we naar de volgende dame. Mwah. Jesse, dame 2, een eerste reactie? Ja, wat voor reactie wil je? Ja, hoe vond je het? Ja, ook gewoon prima. Niks te klagen. Oké, en je hebt het onthouden? Ja, zeker. Ik heb dame 1 en dame 2 in mijn hoofd. Ja. Jesse, het moment is daar. Ik ga de blinddoek bij je afdoen. En ik ga je nu vragen, met wie was de beste zoen? Met dame 1 of met dame 2? Dat was wel met dame 1. Dame 1? Kom maar naar voren. Hoi, ja. Ik ben Jesse. Hoi. Aangenaam. Jullie mogen op date gaan samen. Jesse, hoe was de eerste date? Maar vooral, hoe was eigenlijk de kus? Ja, echt wel prima. Ja? Ja, zeker. En was je zeg maar ook blij met je keuze toen je uiteindelijk wist wie het was? Ja, 100%. En dan de vraag, denk je dat je verliefd kunt worden na een eerste kus? De avond gaat zien. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk dat dat kan. Nou, dan is ons experiment toch geslaagd. Yay! Dit was Blind Kiss. Heel erg bedankt voor het kijken. Kijk ook volgende week weer, want dan ben ik er weer met een nieuwe kandidaat. Ook wil ik Belkin bedanken voor het mede mogelijk maken van deze video. En wil jij nou ook meedoen aan Blind Kiss? Dat kan. Geef je dan op via het Instagram kanaal van Slam. Doei!